De gevaarlijke situatie op de Afobakkaweg ter hoogte van mast 40, die is ontstaan door wateroverlast, wordt verholpen door de wegenautoriteit. Dit vertelt districtscommissaris Marlene Joden van Para aan onze nieuwsdienst. De burgermoeder zegt dat een wegomlegging noodzakelijk was om te voorkomen dat ongelukken zich voordoen op de weg. Ze zijn bezig, wegenautoriteit is bezig met poklijn en alles om het in orde te krijgen. Want je ziet een afkaveling, ik heb wel beelden, toch, dat wij daar gemaakt hebben. Dus je ziet wel een afkaveling, het water is wel aan het wegtrekken, maar dan moet het eerst, en die duikers moet eerst weggehaald worden. Het is echt zorgelijk, dat mag gezegd worden. Dus vandaag dat ik in plaats dat men toch doorrijdt, heb ik het omweg geplaatst. Nou, dus degenen die vanuit Afobakka komen, kunnen gewoon links afslaan richting weg naar Krakka. En via Sanderij. En mocht het zijn dat die persoon bijvoorbeeld op Paranam woont, die moet dan terug. Dan ga je gewoon via de nieuwe highway dan. Dan vervolg je weg naar de stad of naar Paranam. Joden zegt verder dat de wegomlegging niet voor een lange periode gehandhaafd zal worden. Het overtollige water dat over de weg stroomt, kan ervoor zorgen dat autobestuurders over de kop gaan of zware aanrijdingen maken. De oorzaken van de wateroverlast zijn een kapotte afvoersysteem onder de weg en een compleet verstopte duiker.